Bestuursambtenaren zullen nu permanent in het Pusugroene gebied aanwezig zijn en zich beter kunnen verplaatsen. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft een nieuw bestuurskantoor in het gebied in gebruik genomen. Hiernaast zijn er ook 5 Korealen overhandigd aan de burgervader van Boven Saramaka. Districtscommissaris van het gebied, Walter Bonjaski, zegt dat het van grote betekenis is dat de bestuursdienst nu een kantoor en vervoer te water hebben. We doen alle moeite die we kunnen doen voor het bestuurskantoor bij tot stand. En dat komt tot stand idee. We doen openen idee. En we hopen dat alle de BO voor mij die in je gebied zijn, de secretaris, dat we ook naar Moro, Moro, betere fasie. Dat na bedoeling dat we kan potten een bestuursresort aan je zijn. Omdat dat dienst verlenen naar Foluku dat je moet doen. Maar of je naar dienst verlenen naar Foluku dat je een eigen resort. Dus dat maakt je ook zelf voor tangen dat je kan toch bouwen. En dan kan toch bouwen. En de ook komen voor die we bij de BO, dat we ook komen. De burgervader geeft verder aan ingenomen te zijn met de ontwikkelingen in het gebied en te willen werken aan kennisoverdrachten binnen zijn bestuursgebied. De ceremoniële ingebruikname van het bestuurskantoor en de overhandiging van de Korealen gebeurde in aanwezigheid van vicepresident Ronnie Brunswijk en de Gramang der Matuariërs Leslie Valentijn.